Welkom bij deze speciale editie bij Omroep Dommeland, want we hebben een exclusief interview met niemand minder dan de Voice Kids deelnemer Mitchell Thijs. En hij is vandaag hier in de studio. Hey Mitchell, wat ontzettend leuk dat je hier bent. Je hebt je vader en je moeder meegenomen, Natasja en Jurgen, welkom, alle drie. Dankjewel. Want ik heb mij laten vertellen dat het niet zomaar iets is dat jij bij Omroep Dommeland een exclusief interview geeft. Want volgens mij zitten er nogal wat regeltjes aan, of niet, bij de Voice Kids? Ja, zeker. Vertel eens. Ik kan er niet veel over vertellen, maar het zijn er in ieder geval heel veel regeltjes. Ik vind het hartstikke leuk dat je er bent. Het is een spannende tijd. Je doet mee in de Voice Kids. Hoe oud ben je nu? Ik ben 12. Bijna 13, hè? Hoorde ik. Ja, bijna. Scheelt dan, hè? Of je zegt 12 of bijna 13, toch? Hoe ben jij bij de Voice Kids terechtgekomen eigenlijk? In ieder geval was het zo. Ja, ik keek het altijd met mijn ouders. En een keertje gingen we gewoon een liedje repeteren met mijn zangjuf. En hadden we dus opgenomen. En dat mijn moeder voor een ander programma opgegeven. Maar die hadden nee gezegd. Maar toen dacht mijn moeder, ik stuur hem ook naar de Voice Kids op. En toen was het raak. Ik hoor nu verschillende dingen, want je hebt een zangjuf. Ja. Waar zit jij op zangles? Ik zit in Bokstel bij Inge van de Bigelaar. Oké. Doe je dat al lang? Iets van 2 of 3 jaar. Denk je, 3? Ja? 3 jaar. Dat is lang. Ja. Heb je altijd al willen zingen, Mitchell? Vroeger wou ik altijd acteur worden. Maar toen begon ik een beetje met zingen tijdens het acteerles en zo. En die toneelgedoe allemaal. Toneelgedoe allemaal? En toen vond ik het eigenlijk wel heel leuk. Dus ik ben ermee verder gegaan en toen ben ik hier gekomen. Hé, wat leuk. En nou hoorde ik dat jouw moeder dus een bandje had opgestuurd. Want ik ga even naar Natasja. Ja. Hij had gezongen, hoorde ik. Mooi bandje opgenomen. Toen ben jij gaan insturen. Ja, ik had eigenlijk, hij moest eigenlijk a cappella zingen. En bij hem kan ik nooit iets opnemen, want hij wil nooit gefilmd worden. Of mag nooit luisteren. Dus ik heb Inge even ingesigned. En die de heeft en die heeft het uiteindelijk even opgenomen. Okay. En doorstuurt naar mij. Maar voor alle duidelijkheid, om mee te doen aan de Blind Auditions van de Voice Kids, moest je een a cappella bandje inleveren. Dus zonder muziek, band, achtergrond. Ja. Waarom is dat? Dat is niet zo. Ik denk omdat ze dan het beter horen hoe je zingt, dat ze niet de band horen en dat het dan een keer misgaat, dat de band iets te hard en jij iets te zacht gaat. Okay. Dus ik vind het wel eigenlijk gewoon slim. En hoe vond jij dat het werd ingestuurd? Nou, ik wist er in ieder geval helemaal niks van. Oh, je wist het niet? Ik wist het helemaal niet. Oh, tot ik erachter kwam dat mijn ouders tegen me zeiden, we moeten naar Baren toe. En toen dacht ik, ja, waarvoor? Ja, je moet auditie doen voor de Voice Kids. En toen was het eigenlijk een gat in de lucht springen. Echt letterlijk? Ja. Oh, wat gaaf zeg. Maar hoe was dat dan gegaan? Je stuurt een bandje in, er moet een mailtje bij, denk ik. Nee, je stuurt eerst het eerste opname wat je doorstuurt. Dan moet je online zetten op YouTube. En vanuit daar krijg jij dus mail of je door bent of niet. En als je dan je mail binnenkrijgt, ja, ik kreeg toen de mail binnen. En vanuit daar moest hij zeg maar 5 of 6 nummers instuderen. Binnen een week was dat toen. Okay. En dan moet hij weer terugsturen. Wat spannend allemaal. Ja. Ongelooflijk. Jij sprong een gat in de lucht. En hoe vond vader het, Jurgen? Ja, het is heel erg leuk. Wij stimuleren altijd dat onze kinderen het mooiste en het beste uit zichzelf kunnen halen. Dus dit is dan natuurlijk wel heel erg leuk. Dat ze op deze manier voor zichzelf een succes kunnen boeken. Dat lijkt mij ook, hè? Ja. En nu? Jij bent daar naartoe gegaan. Ik ben zo benieuwd hoe het daar dan gaat. Je hebt dus een mail gehad, je bent geselecteerd. En je weet, zijn er dan voorrondes? Hoe gaat dat? Er zijn een aantal voorrondes. En daar moet je liedjes voor in studeren, wat mijn moeder net al zei. En het was een pittige klus voor mij, want ik ben niet echt de beste in Engels. Dus dat was met mijn zangcoach echt alleen maar oefenen. Ik werd er soms een beetje chagrijnig van. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Ik moet alleen maar doen. Ja. Maar uiteindelijk is het goed gekomen en hebben ze me gekozen. Dus je doet mee aan de Blind Auditions? Ja.
wat gaaf. Dus over een tijdje loop jij door Bokstel. En dan ben je echt zo'n bekende Nederlander. Want iedereen heeft jou gezien natuurlijk. Dat zou leuk zijn, ja. Hoe denk je dat je daarmee omgaat? Wat zou dat betekenen voor je? Nou, ik denk dat ik er gewoon... Ik ga niet... Er zijn kinderen die dan overdreven gaan doen. Maar ik denk dat ik gewoon mezelf ga blijven. En dan als iemand het leuk vindt, dat ik gewoon een praatje maak of zo. Maar niet overdreven. Ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan. En ja, daar ook niet van. Ik blijf gewoon mezelf. En ik zie wel wat komt. De moeder zit ja te knikken. Ja. Ja, dat is nummer 1, dat hij wel zichzelf blijft. Ja, kan, heb ik altijd gezegd tegen hem. Kan dat, denk je? Als je, want ik hoor dus nu al van, er mogen bepaalde dingen denk ik niet, hè? En er mogen bepaalde dingen denk ik wel. Ik bedoel, dat lees ik wel eens in de kranten en in de bladen. Lijkt me best wel lastig om met al die regels om te gaan, wat wel en niet kan. En hoe doe je dat dan? En mag je alles vertellen? Of, nee, hè? Nee. Dat zei jij net ook al. Ja. Maar hoe doe je dan dat nou als je zo'n spontane jonge knul bent? Lijkt me hartstikke moeilijk. Dan vraagt jouw beste vriend en. Ja, het is eigenlijk gewoon... Ik vond het eigenlijk... Ja, het is lastig. Dat snap ik als mensen dat denken. Maar het is eigenlijk, zijn gewoon simpele regels waar je dan aan houdt. En ik vond het eigenlijk wel leuk. Want mensen vroegen dan af... Ja, waarom ben je zo vaak weg van school? Ja. En dan zeg ik... Ja, dat weet ik niet. Ja, soms heb ik iets voor wat ik leuk vind om te doen en dan mag ik daarheen in komen. Toen zei ze allemaal, ja, maar dat mag toch niet van school? Ja, ik heb daar verlof voor gevraagd en het mocht. Hmm. Dus het is eigenlijk een beetje geheimzinnig, maar toen mijn klas erachter kwam dat ik meedeed, was het wel een beetje chaos. Ja, wat gebeurde er in de klas? Nou, het was zo, toen vertelde ik het. Nou, ik heb het eigenlijk niet verteld. Het was zo, ik zat op een vrijdagavond gewoon en mijn serie terug aan het kijken op de iPad. En dan zag ik mijn moeder gillen. Dus ik denk, wat is hier nou aan de hand? Dus ik ga kijken. Zij spoelt terug. En ineens staat mijn hoofd gewoon heel groot op televisie op RTL 4. En dan staat er zo, ja, The Voice Kids begint weer. En toen echt, ik vond het apart. Maar ik deed mijn telefoon open en 100 berichtjes of zo. Echt? Doe jij mee, doe jij mee. Dat vond ik wel grappig om te zien. Oh ja. En toen mocht je het dus vertellen, of wat? Ja. Oh, wat spannend toch allemaal? Ja. Hé, maar even terug naar het zingen, hè? Want jij zingt dus al heel lang, zei jij, en jij zingt heel graag. Wat zijn nou jouw favoriete liedjes om te zingen? Ik vind Up Tempo wel heel tof om te doen. Maar ik wil ook een beetje mijn gevoelige kant proberen te laten zien. Mm-hmm. Dus ik ga denk het gewoon met gevoelige liedjes en dan zo opbouwen en kijken. Je klinkt echt als een prof, weet je dat? Ja, dat vind ik echt, valt mij echt op. Je hebt al helemaal voor ogen wat je wil. Even terug, welke school zit je? Ik zit nu op Maurik College. Tweede, eerste? Of hoe zit dat dan? Eerste, hè? Well, ja, want je bent bijna 13, hè? Ja. Juli. Ja. Oh. En dat gaat allemaal lukken met jouw zangles, want hoe vaak ga jij naar de zangles? Vroeger vertelde ik net dat heel vaak was. Maar de laatste tijd deden we dat minder omdat ik ook bij de Star Company zat. En dat was ook heel vaak zangles. En ja, toen hadden we dat een beetje gecombineerd en toen hebben we een concert neergezet. Dat was ook heel tof. Ja, ik heb het gezien in Speeldoos in Vught. Dat was super. Ja. Dat was helemaal geweldig. Daardoor was het een beetje minder geworden met zangles, omdat ik daar al zangles voor krijg. Maar ik denk dat in de toekomst wel vaker gaat gebeuren. Oké. En hoe is dat met jullie? Want volgens mij gaat er ook wel veel tijd in zitten, Jurgen. Als je een zoon met ambities hebt, nationaal gezien. Hoe zit nou, dat? We zijn wel een klein beetje gewend dat ze alle twee tijd nemen. Want ze spelen rugby, dus daar reizen we ook heel Nederland doorheen. Okay. Dus, wat heb je nog? Heb je nog een broer? Nog een broer. Een oudere broer. Aha. Maar wat ik al zeg... Het is een kleine moeite als ouder, als dit gebeurt, dat je daarin investeert. We hebben ook een paar dagen leuk in Amsterdam gezeten en in Waren. Dus wat dat betreft combineer je het gemak met het ongemak. Dus intensieve periode. Ja, en dat kan we helemaal voorstellen. Maar wel leuk. Ja, wel leuk. Alleen de reistijd is een beetje... vermoeiend. Ja. En nou heeft hij dus ook zit hij bij in Amsterdam ook op zangles. 1 keer in de maand is dat dan, dus groeps. En dat is dan bij Babette Labai.
En daar moeten we ook elke maand één keer naartoe. Dus elke maand naar Amsterdam. Moeten. Ja, moeten. Ja, ja, hij wil keuze. Het. Okay. Het is een keuze, hè? Oké, ja. Want wij zijn, we weten natuurlijk dat jij bij de Star Company zit. En we hebben een kijkje genomen bij een zangles, bij een lesmiddag. Daar gaan we even naar kijken. Ik sta hier bij Studio Apollo 98 in Boksel en volgens mij hoor ik Mitchell zingen. Ik ga naar binnen. Mitchell, wat ben je aan het doen? Moeilijk? Ik ben aan het inzingen. Aan het inzingen? Ja. En al die hele moeilijke toonladders en toestanden? Ja. Die heb je vast vaker gedaan? Ja. Is dat verplicht iedere dag? Ja. Leuk? Ja. Vindt u niks aan? Inge, ik ga even naar jou, want je bent de zangcoach. Hi. Hi. Ja, naast de Star Company geef je ook privéles, begrijp ik? Ja, klopt. Dat klopt helemaal. En daar zijn we nou net mee bezig. Dus we hebben de lessen van de Star Company, die zijn net voorbij. Maar hoe laat is het? Ja, het is al tegen vijven. Mitchell die heeft nou nog eventjes het privézangles. En ja, dan oefenen wij echt altijd gewoon op de conditie van de stem, wat heel belangrijk is. En natuurlijk je noten en de ademhaling en heel de mikmak vrij zingen en het losser zingen. En het, dat doen we eigenlijk allemaal hier. En stiekem ook wat voorbereidingen voor de Voice Kids? Hebben we, ja, natuurlijk. Dat hebben wij natuurlijk de hele tijd al gedaan. Hè? En dat blijven we ook doen. Dus nog lekker even een stem, lekker in conditie houden. Dus dat hij gewoon steeds verder zeg maar in zijn zangkwaliteiten komt. En hij kan het al heel goed hoor, echt. Want hoe trots ben je op hem? Ja, heel trots, maar dan wil je nooit horen. Oh, I'll be shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Ja, oké, dat gaat heel goed, Rachel. Gaat heel goed. Probeer nou eens in het refrein, we gaan zo meteen even terug in het refrein, jouw mondstand de hele tijd mee te bewegen. Ja. Hè? Omdat het heel snel een liedje is, hè? Dus dan kan je makkelijker de woorden uitspreken. Oh, I'll be shaking, I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. Mitchell, ik vind dat ontzettend knap van je, dat je in je eentje privé les krijgt. Want het is los van de Star Company, begrijp ik dus. Ja. Dat je dus nog extra uren kunt maken en extra oefeningen krijgt. Is dat ook speciaal om jou op de Voice Kids bijvoorbeeld nog voor te bereiden? Ja, tuurlijk, altijd. Het is voor altijd. Als ik iets ga zingen, dan oefen ik het meestal gewoon met mijn zangcoach. Oké. Ik zing niet veel thuis. Hoe komt dat? Moeder zit te lachen. Hij zingt heel de dag thuis. Hij zingt wel thuis, maar dat is boven. En dan moet ik echt aan de trap gaan luisteren. Want jij wil het zo graag horen. Ja. Oh. Nou, meestal is het zo, dan staat ze op te nemen of zo. Dus ik doe het zo min mogelijk. Want ik vind het zo irritant. Super trotse moeder. Je zingt heel de dag thuis, maar je zingt niet de liedjes die wij graag willen horen. Die je oefent met Inge. Dat is eigenlijk een beetje wat je doet. Ze horen alles wat hij op YouTube nazingt. Alleen net de liedjes die hij met Inge oefent, die krijgen we dan net niet te horen. En die willen jullie zo graag horen. Dat is natuurlijk wel het leukste. Ja. Maar aan de andere kant ook weer een grote verrassing als je ze te horen krijgt op het moment dat hij ze echt zingt. Dus, ja, dat snap ik. Maar Mitchell, hoe doe je dat nou een beetje met die ouders? Want ik doe gewoon net of jullie er niet zijn. Nee. Ik heb het gevoel, ze zijn natuurlijk heel begaan met jou. Ze willen je laten groeien en stralen en noem maar op. Ja. En jij bent... Nou, je bent potverdikke bijna 13. Dan heb je toch ook wel eens inderdaad zoiets van... nu even aan de kant, ouders, want ik heb ruimte nodig voor mezelf. Hoe pak je dat aan? Soms een beetje bij de hand. Oké. Okay. Ja, ik vind het gewoon soms irritant. Hoort ook bij je leeftijd, hè? Ja, maar het klinkt raar, maar als mensen trots op me zijn... dan ga ik altijd raar op reageren, omdat ik daar gewoon niet chill vind. Nee, dat is het moeilijk als mensen tegen mij. Ja, vroeger was het altijd. Ja, en dan ben ik een klein liedje aan het zingen of zo. En zegt iedereen schat tegen hem. Niks. Ja, dat wil je niet horen natuurlijk. Ja. Maar dat is ook moeilijk om met complimenten om te gaan ook. Ja.
Word je daar een beetje in begeleid? Ja, met de Voice Kids hebben we ook, hoe spreek je het ook weer uit? Psycholoog. Dat. Ondersteuning okay. Vanuit het team. We hebben een les over gekregen en hoe we ermee om moeten gaan. En nu weet ik gewoon hoe ik met de reacties en de complimenten en de mindere dingen die mensen zeggen. Ja. Dan weet ik hoe ik ermee om moet gaan. Oké, okay, oh Mitchell, wat zing je toch goed zeg. Was dit les 1? Of? Nee, dit was niet les 1. Dat, dat kun je natuurlijk niet in een weekje leren. Nee, daarom, ik zit jou natuurlijk te plagen. En ik overval jij er ook mee. Maar dat is gewoon een proces. En, want ik ben bij jouw optreden in, wat ik al zei, in Vught geweest. Met de Star Company. En ik heb toen die middag ook begrepen dat jullie daar ook in het hele traject begeleid worden in... ja, wat komt er kijken als je artiest bent? Hè? Interviews, maar ook op het podium. En hoe ga je om met applaus, hoorde ik die middag ook. Dus daar heb je toch al wel wat van meegekregen, denk ik. Hè? Dus dan hoef je niet allemaal alles nieuw aan te leren. Nee. Nee. Wat gaaf. Heb jij een advies voor andere kinderen die eigenlijk dit ook heel graag zouden willen? Nou, vroeger was ik altijd verlegen. En op een dag dacht ik gewoon, ik ben gewoon mezelf. En ik ga gewoon zingen. En toen ging ik gewoon zingen. En toen, dan bereik je iets als je het durft. Dus niet bang zijn voor iets wat je heel graag doet. En niet denken wat mensen ervan gaan vinden. Als jij het leuk vindt, dan doe je het. Niet omdat mensen het raar vinden als een jongen zingt. Hmm. Ga je het niet doen. Gewoon doen wat je leuk vindt. Je hebt helemaal gelijk, vind ik. Ja. Echt super. Ik heb nog een hele andere vraag aan jou. Die leraren op school, hoe gaan die met dit om? Ja, trouwens, ik vind eigenlijk wel leuk aan vader of moeder. Want ik neem aan dat je vaker van school weg bent of eerder weg, wat jij net al zei. Ja. Is daar al een begrip voor? Krijg je daar ruimte voor? Tot nu toe wel. Ja. Maar daar hebben we wel een beetje de school voor uitgekozen. Oké. Okay. Ja. Betekent ja, want, dat als in ergens anders zou dat misschien niet nee, kunnen? Nee, daar staan ze het niet toe. En ik weet wel, bij The Voice is het nog nooit begrepen, nog nooit voorgekomen. Dan nemen ze echt contact op met de school. Maar net zoals andere audities die hij wel eens gedaan heeft, ja, daar heb ik gewoon echt wel op gelet van, past de school daar ook bij? Want Maurik doet ook aan muziek en doet ook aan musicals. Uh-huh. Dus die stimuleren ook kinderen met een wens om iets in die richting te gaan doen. Uh-huh. Dus ik vond het wel belangrijk dat ze daar wel voor open zouden staan. Ja, dat snap ik. Ja. Dus, en zolang ze een school er niet onder leidt, vind ik het prima. Maar gaan ze cijfers minder worden dan... Wat ga je dan doen? Dan is het even geen dilemma. Audities. Ja, nee? Geen okay. Audities. Nee. Je kunt ze... hij heeft natuurlijk al een paar dingetjes gedaan. En hij wordt wel eens een en ander keer gevraagd voor een auditie. Mm-hmm. En soms moet je ook keuzes maken. En dat is ook fijn dat hij dan zelf erover nadenkt wat belangrijk is op dat moment. Ja. Hij moet zelf voor zichzelf kiezen wat hij belangrijk vindt. Ja. En soms zit daar ook bij dat je een keer nee zegt, omdat dat dan voor jezelf beter is. En dat is ook hoe we hem op proberen te voeden. Dat, mm-hmm. Die dingen er wel bij horen. Nee, je hoort ook... Keuzes maken. Ja. Zeker op deze leeftijd. Ja. Met alles wat er gebeurt. Nou, precies. Jij zei net van gewoon jezelf zijn. Wie ben jij, Mitchell, als jij jezelf bent? Wat voor jonge man zien we dan? Hoe loopt Mitchell door het leven dan? Zo, in ieder geval, van man van Schut de vraag. Ja, lijkt me logisch. Hoe moet ik vrolijk? Onderzoekend? Ik kan heel chagrijnig zijn. Wie, jij? Echt? Ja. Heel maar ja, ik ben ook een best stroktemaker. Stuitenballetje zelfs. Ik kan niet zeggen dat mensen goed met me om kunnen gaan. Maar ik kan, vind ik zelf, gewoon persoonlijk gewoon goed met... personen omgaan. Maar als ze zeggen, je bent lastig en dit en dat, dan hou ik daar ook rekening mee. Niet dat ik het is zo is, ik vind het irritant en dat ik er dan door mee ga. Dat probeer ik juist zo min mogelijk te doen. Ben je dan nog jezelf? Ja. Oké. Okay. Tuurlijk. Okay. Ik ben altijd mezelf. Nou, hartstikke goed. Gewoon doen. We gaan even nog naar het zingen. Hoe kunnen we jou eigenlijk volgen op... social media of zo. Waar kunnen we je allemaal vinden? Ik heb Snapchat.
Snapchat? Die, dat doe ik zelf. Oké. Okay. Ik heb Instagram, dat doe ik ook zelf. Zo. Mijn Facebook, dat doet mijn moeder. Ja. En ja, dat is eigenlijk wat ik doe. Ja, en YouTube. En YouTube. Ja. Oké, okay, en Facebook kunnen we jou, Mitchell Thijs, onder die naam ook vinden? Ja, Mitchell Thijs. Mitchell Thijs. Ja? Ja. Ja. En even kijken, YouTube ook? Is ook gewoon Mitchell Thijs. Dat is wel makkelijk. Makkelijk. Dat is wel makkelijk. Ja. Niet te moeilijk. Instagram en mijn Snapchat is wat anders, maar... Okay. Het is makkelijk te vinden. Hele, ik ben zo benieuwd. Dan mag je meedoen aan de Voice Kids. De Blind Auditions. Ja. Hoe nerveus ben je dan? Want het is al opgenomen, toch? Ja. Ja, dat lijkt mij, hè? Ik weet van niks, maar dat lijkt mij. Het is opgenomen. En dan? Ja. De zenuwen gieren door je keel? Ja. Ja. Ja, het was een beetje een raar gevoel dat ik nog nooit had gehad. Maar het was eigenlijk gewoon... In het begin was ik relaxed. Ik denk, oh, dit gaat wel goed. Maar toen ik daar... En wat was het begin? Achter backstage? Of? Ja, dat was achter. En toen ik op die kruk voor de trap dat ik op het podium... Toen was het benen wapperen echt? En alles even zo. En toen pakte ik de microfoon vast. En toen dacht ik, oh nee, hè. Waar ben ik aan begonnen? Zoveel zenuwen waren het. Maar het meestal met mij is, ik heb van tevoren echt heel veel zenuwen. Maar als ik op het podium sta en 10 seconden later, dan ben ik gewoon een gek beest. En dan doe ik wat ik leuk vind. Okay. En als mensen het niet leuk vinden... Dan hebben ze pech. Ja. Toch? Want ik sta er dan. En dan wil ik gewoon zo graag weten of je door bent, maar... Mag ik niet zeggen? Nee, dat kunnen we niet zeggen. Gewoon niet stiekem kijken of jullie heel erg lachen of zo. Ja. Dit zijn moeilijke momenten, denk ik. Ik wil het weten, maar goed, dan moeten we gewoon gaan kijken. Ja. Ja. Nou, wat is jouw slotvraag? Wat is jouw toekomstdroom op dit moment? Want die kunnen wijzigen. Mijn toekomstdroom is nu gewoon gelukkig leven. En gewoon een artiest zijn waar mensen naar willen luisteren. Dus niet een persoon die aan de ene kant haat heeft en aan de andere kant... Ja, fans heeft. Mm-hmm. Ik wil gewoon, dat is een beetje, gewoon een artiest zijn die voor iedereen chill is, zou ik maar zeggen. Niet dat de ene zegt, oh, wat een rot muziek en dat. En de andere zegt, het leuk. Ik wil het liefst gewoon alles combineren. En dat is eigenlijk mijn toekomst voor mij. Tot nu toe. Maar ik ben nog jong, alles kan gebeuren. Nou, zo is dat. Eerst dit maar eens even doen en dan kijken wat eruit rolt. En, nou ja, ik ben namens heel Bokstol hartstikke trots op Mitchell. En ik wens je alle succes en geweldig dat jullie hier waren. Dankjewel. Ja, dankjewel. Tot je toi, hè.